ondertussen bijna een half meter sneeuw. 200 kilometer. We komen nergens meer met die fietsen. Er gaan geen vrachtwagens meer voorbij. Dus we hebben ook geen sporen. En dat zou nog heel moeilijk met deze laag sneeuw zijn om te fietsen. We hebben even planken uitgezocht. Om de voorkant schuin af te zagen. Dan krijgen we de twee schuine delen voor de slee. Daartussen gaan we ongeveer twee planken voor en achter zetten. Je ziet de dwarsbalkjes erop zitten. Voor een meter ongeveer. Dat er drie fietsen ertussen kunnen. En ertussen de bagage kunnen proppen. We gaan het halen, die 200 km. Met deze slee. Ik denk dat er ergens in een kampvuurtje vandaan. Nee, als het maar vis oplevert. De voorkant. Hij moet zelfs nog vastgehouden worden, maar hij staat ook nog niet vast. Voilà. Oké, we gaan niet lopen, dan blijf je staan. En Herr Gerbert, wat denkt u ervan? Ik ben benieuwd hoe het glijdt. Als het glijdt, dan glijdt het en dan gaan we het halen. Het is natuurlijk een behoorlijk gewicht. De slee op zich eigenlijk. Welke is meer benieuwd? Meer bezorgd of glijdt? Ik ben meer bezorgd dat het blijft staan. En Chris is meer bezorgd. Dag 11 of 12 of zo, dat we op het ijs zitten en Chris heeft er even vers sneeuw gehaald. Daar hebben we Chris en Chris heeft lekker het kacheltje vanmorgen weer opgestookt. We zitten in een heerlijke vissershut en daar staan onze schoentjes warm te worden. Nu wordt het ook weer wat rokeriger, denk ik. Lekker een bakje koffie. En wat heeft Herb daarop te zeggen? Die lens is beslagen. De lens is beslagen. Zijn we er niet meer zichtbaar? Ja, vind ik wel. Hè? Voorst wel. Ja. Side by side, love's gonna find you, yes.
kilometer of 25. 26. En we kunnen de hut niet duidelijk op de kaart vinden waar we moeten zijn. Dat is bij, ergens bij 25 en ergens bij 30 kilometer. Chris heeft een goed vermoeden dat hij daar zit. Ik heb er ook vertrouwen in. Ik dacht ook wat te zien. Dus ik denk dat we lekker warm binnen zitten en we lekker aan de gariërs en de oomwil vissen gaan. Goed spoor? Het is onwijs soepel lopen hier aan de zijkant. Weinig sneeuw, man. Het lijkt net zo wit. Het is gewoon geschaafd ijs, zeg maar. Kijk maar even naar de bike al, jongens. Ja, sneeuw. Sneeuw tot het einde. En we zijn nu aangekomen in Severobijkalsk na 17 dagen. En hoe voelt dat nou, jongens? Toppie.